Parijs. De stad van de Olympische Spelen in 2024. En de stad van onze klimaatafspraken voor 2030. Hebben we in Nederland met waterstof als een van de nieuwe energiebronnen goud in handen? Ik ben Renomi Kromowidjojo. In 7 afleveringen duik ik samen met Jorg Riedler in de wereld van waterstof. We peilen de stand van Nederland waterstofland op weg naar 2030. En nemen je mee langs onze waterstof-economie in opbouw. Welkom bij Die Andere Reis naar Parijs. Deze aflevering staat in het teken van de toepassing van waterstof in de industrie. Daarom ga ik vandaag met Eduard het water op om de haven van Amsterdam te bekijken. Waar varen we nu? Nou, Renomi, we varen nu in de Amsterdamse haven. En wat je hier om je heen ziet is eigenlijk ja, wat Amsterdam en wat Nederland eigenlijk ook goed doet. En dat is de op- en overslag van energie. We zien aan de ene kant grote tanks waarin benzine brandstoffen worden opgeslagen. Ja, en hier achter ons volop in beweging is de offshore, dus het aanleggen van windparken op zee om die naar de Noordzee te brengen. En daar wordt onze elektriciteit vanmorgen mee opgewekt. En elektriciteit wordt waterstof. En waarom heeft Nederland nou goud in handen als het gaat om de toepassing van waterstof in de industrie? Nou, ik denk dat we goud in handen hebben voor de industrie, omdat we alle kennis en infrastructuur hebben om dat ook te kunnen doen. Dus we hebben de pijpleidingen, we hebben de kennis, we hebben de know-how. En het belangrijkste, de havens zijn bij uitstek in staat om dat hier ook waar te maken. Dus die industrie die heeft hier een plek. Dat zijn bestaande bedrijven, maar juist ook nieuwe bedrijven. En dat past heel goed in die havenomgeving. Zowel in Amsterdam, maar uiteraard ook in Groningen en Rotterdam en Zeeland. Dus dat kan daar uitstekend. En wat betekent dat voor de industrie in de haven van Amsterdam? Nou, wat we in Amsterdam heel goed doen, is de overslag van brandstoffen. Dat zijn op dit moment fossiele brandstoffen. Maar wij kijken dus voor de industrie in Amsterdam met name naar hernieuwbare brandstoffen op basis van waterstof. En dan kan je heel concreet denken, bijvoorbeeld de productie van duurzame kerosine, zogenaamde SAF, Sustainable Aviation Fuel. En dat doen we hier in Amsterdam. Dat gaat hierachter gebouwd worden. Daar komt een fabriek voor zogenaamde SAF. Dat gaat onder de grond door naar Schiphol toe en naar KLM uiteindelijk. Die zal dat gaan gebruiken. Onder de grond door? Vanuit de haven naar Schiphol? Ja, er liggen hier allemaal pijpleidingen onder de grond. En die verbinden Amsterdam met Schiphol. En dat is denk ik ook meteen waarom dit soort plekken zo goed geschikt zijn om die transitie van de grond te krijgen. Nogmaals, de infrastructuur die is er al. De kennis is er al. De netwerken zijn er al. Ja, we moeten eigenlijk alleen de bron veranderen van fossiel naar hernieuwbaar. Het lijkt een peulenschilletje. Waterstof is cruciaal voor verduurzaming van de industrie. Als grondstof, brandstof en bij productieprocessen met hoge temperaturen. Vooral met het oog op de energietransitie en het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Nederlandse industrieën bereiden zich voor op waterstofproductie en gebruik. Nederland telt 5 grote industrieclusters en dat zijn bij uitstek de plaatsen waar waterstof op grote schaal kan worden ingezet. De industrie moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is een grote uitdaging omdat de industrie op fossiele grondstoffen leunt. En wat zijn nou de grootste uitdagingen? Of wat is de grootste uitdaging? De grootste uitdaging, want het klinkt heel mooi en het klinkt bijna te makkelijk voor woorden, maar dat is het natuurlijk niet. Want die infrastructuur moet wel geschikt gemaakt worden voor waterstof. Er moet bijvoorbeeld ook CO2 ingezet worden om zo'n nieuw product te maken. Dus er liggen nog wel een aantal technische uitdagingen. En dat is denk ik ook iets waarmee we met bijvoorbeeld partners als GasUnie goed in overleg zijn om dat van de grond te krijgen. Maar ook de regelgeving moet nog wel een tandje scherper om dit allemaal mogelijk te maken. De realiteit is dat hernieuwbare producten op dit moment nog net iets kostbaarder zijn dan het fossiele alternatief. En dat moet natuurlijk niet kunnen. Dat moet precies andersom zijn.
Wat kunnen producenten zelf doen? Ja, ik denk wat producenten zelf kunnen doen, is doen waar ze het beste in zijn en dat is gewoon ondernemen. Je kan niet van hen verwachten dat zij het hele Nederlandse beleid van de grond krijgen. Ondernemen, dat is waar ze goed in zijn en dat moeten ze vooral blijven doen. Wat kunnen jullie als havenbedrijf doen? Ja, ik denk wat we als havenbedrijf met name kunnen doen, is zorgen dat de randvoorwaarden om te kunnen ondernemen, dat die op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan het terugbrengen van de elektriciteitscongestie. Dat is op dit moment een groot probleem, niet alleen in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Nederland. Er moeten meer kabels de grond in om ervoor te zorgen dat die duurzame ondernemingen ook de stroom hebben om daadwerkelijk te kunnen produceren. En uiteraard ook met de nationale overheid om ervoor te zorgen dat de regelgeving op orde is. Het moet concurrerend kunnen blijven om in Nederland te produceren. Zoals je weet, waterstof vraagt ook elektriciteit. Dan moet het er wel zijn. Helaas is groene waterstof momenteel duurder dan fossiele alternatieven. En grootschalige productie is nog niet eerder gedaan. Steun van de Nederlandse overheid en Brussel is noodzakelijk om een sterke positie op te bouwen. Investeringen en subsidies kunnen helpen. Deze subsidies zijn nodig om het prijsverschil met fossiele brandstoffen te overbruggen en een eerlijk speelveld te behouden. Zoals je ziet, moeten we blijven samenwerken om aan kop te blijven. Dit was de laatste aflevering in Nederland. Zie je in Parijs!